In de herfst en winter heeft onze huid het altijd zwaar te verduren. Het is kouder buiten, de verwarming gaat weer hoger, dus het wordt weer droger in huis. We hebben vaker last van een droge huid en het is dus tijd om hem eens even lekker te verwennen. En dat kunnen we doen met deze fijne Speculaas Body Scrub. Want wat is er nou lekkerder dan een warme douche en de zoete kruidige geur van vanille, kaneel en kokos die zich langzaam verspreidt door de badkamer. Dit kunnen we maken met deze lekkere scrub. Heb je ook zin gekregen om aan de slag te gaan? Laten we dan snel beginnen met het maken van dit makkelijke, lekkere body scrub recept. Je hebt het volgende nodig. 150 gram bruine suiker of zoals in dit geval ruwe rietsuiker, een beetje grove suiker. Dan heb je nodig amandelolie, 30 ml. Speculaas etherische olie compositie. Het recept zet ik hieronder in de beschrijving. Mocht je die niet hebben, kan je ook speculaas kruiden gebruiken. Ook dat recept zet ik in de omschrijving. Vanille extract kan je ook zelf maken, maar deze is van Farfalla en die is wel erg fijn qua geur. En nog kokosolie, bij voorkeur de met kokosgeur, dus de natieve kokosolie. En natuurlijk een potje om je suikerscrub in te doen. Ik heb de kokosolie gesmolten en ik meet nu 60 ml af in een kleine maatbeker. En dan doe ik daar eerst de etherische olie bij. Mocht je de speculaaskruiden willen gebruiken, die doe je dan eerst door de suiker. En dan doe je dus geen etherische olie bij de kokosolie, maar je doet de speculaaskruiden meng je met de suiker. Ik doe hier nu eerst 10 tot 12 druppels speculaascompositie bij. Het recept hiervoor vind je ook op Aroma Lifestyle. Daar staat in welke etherische olie je allemaal gebruikt voor deze compositie, maar ik zet hem dus ook hieronder in de omschrijving. En dan 2 tot 3 druppels vanille-extract. Gebruik je zelfgemaakt vanille-extract, dan kan je wat meer toevoegen, want die is wat minder sterk dan de vanille-extract van Farfalla. Want die heeft een veel intensievere vanillegeur. Is dus eigenlijk ook beter om te gebruiken, maar als je die niet hebt, kan je ook zelfgemaakt extract gebruiken. En nu neem ik een ruime kom, kan glas zijn of metaal, om de scrub in te mengen. Ik doe hier de suiker in en voeg dan eerst de kokosolie met de etherische olie toe. Als je dus de kruiden gebruikt, doe je eerst de kruiden er nu door en dan de kokosolie. Dan roer ik het even goed door totdat het gemengd is en daarna ga ik de amandelolie toevoegen. En als het geheel dan goed gemengd is, kan je het afvullen in een potje en is de scrub klaar voor gebruik. Dus je ziet, het is dus heel simpel en makkelijk om te maken en het is ook heel leuk als geschenk. Ik gebruik hier een 250 ml potje van Pearl en deze potjes zijn heel handig omdat ze helemaal recht zijn, waardoor je de body scrub er ook makkelijk uit krijgt. Maar je kan natuurlijk ook een ander potje gebruiken als je dat wil. Ik vind deze potjes erg handig in gebruik, omdat je echt alle body scrub er uiteindelijk weer uit kan krijgen en het heel handig is in gebruik. En je kan ze ook nog heel leuk decoreren. Dat zal ik je zo nog even laten zien als ik het potje helemaal vol heb gemaakt, hoe je er een heel leuk geschenk van kan maken. Alle suikerscrub zit in het potje en het ruikt hier heerlijk, want het is zo'n lekkere geur. En nu kan je dus het potje gewoon dicht doen met de deksel. Of je doet er, zoals ik het nu doe, met een muffinvormpje, zo'n papieren muffinvormpje. Dat kan je er overheen doen en dan tussen de deksel en de ring klemmen. En dan heb je een extra leuk
potje, wat je ook prima cadeau kan geven. En dan kan je er ook nog een leuk etiketje aan hangen. Daar kan je dan opschrijven wat erin zit. Eventueel kan je er ook nog opschrijven hoe het recept is, voor als iemand het nog een keer wil gaan maken. Of je kan het recept erbij doen. En je hebt een heel leuk geschenk om te geven, wat je zelf gemaakt hebt, vol met natuurlijke producten. En nog heel simpel om te doen, maar het ruikt heerlijk. En als je het etiketje aan de pot hebt gedaan, dan is die helemaal klaar. Je kan deze body scrub ook als handscrub gebruiken. En dan is het heerlijk voor als je in de winter ruwe handen hebt. Dan neem je een klein beetje van de scrub in je handen en was je handen daarmee. Je scrubt eventjes je handen goed. Door de olie worden je handen ook meteen heerlijk zacht. Dus je hebt geen handcreme meer nodig na het gebruik. Je hebt meteen heerlijke zachte handen. Dus het is een product met een dubbele functie. Ik wens je veel plezier met maken. Het recept vind je hieronder en ook op Aroma Lifestyle. En mocht je nog meer leuke recepten willen, blijf dan kijken. Ik zet er hierna nog twee voor je op een rijtje. Tot de volgende video!